Ja, dames en heren, staan we dan. We gaan vandaag proberen een meerval te vangen. Vierde keer al, ja. Dat ik met deze jonge dame ga meerval vissen. Er zat net even een dikke joekel bij, hè? Ja. Kijk. Ja. As we speak. Ietsje zakken, gewoon met je hengel toch? Ja, die gaan het pakken. Hou hem heel stil. Een hele grote vis, hij ligt nog onder. Ja, dames en heren, staan we dan. We gaan vandaag proberen een meerval te vangen. En ik moet zeggen, dit is de vierde keer dat ik met deze jonge dame ga meerval vissen. Het is al 3 keer eerder niet op video gekomen. De eerste keer had ik zonder camera gevist. Maar de tweede en derde keer wel. Was met mijn boot. Toen hebben we geen meerval gevangen. De eerste keer was heel vroeg seizoen. Hadden we windkracht 6 gewoon. Tweede keer was het. Was dat tweede keer? Derde keer? Ik weet het niet. Derde keer. We hebben in ieder geval maar 1 keertje gehad. Het was zulke bizarre wind. Maar vandaag, het is lekker weer. Het is 19 graden. Het wordt vanavond 15 graden. Perfect. Het is drukkend. Het voelt alsof het ieder moment kan gaan onweren. Maar het gaat niet onweren. Er staat wel een klein windje. Maar ja, kijk eens even. Geen golven. Moet helemaal gaan goedkomen. Je hebt alvast je wapenpak aan. Ik heb nog geen wapenpak aan. Ga ik nu aandoen. We hebben net de bellyboot klaargemaakt. En jullie hebben net al gezien waar wij mee gaan vissen vandaag. Maar Ingrid nog niet. Ingrid, we gaan vandaag met supermarktvoedsel op meerval vissen. Ik dacht, wat moet hij daarmee? Ja, had je het al gezien? Ja. Kippenlevertjes. Die hangen we erbij voor het geurtje. We hebben ook wormen. We hebben geen dauwpieren. We hebben dendrobena's. En we hebben kippenlever. Kippenlever vinden ze heel lekker ruiken. Beweegt niet. Dit beweegt. Dit stinkt. Samen stinkt de beweging. Het vinden meerval wel lekker. Ja. Ja, toch? Waar ik even niet over na had gedacht, is dat je natuurlijk tijdens gesloten tijd ook helemaal niet met slachtafvalproducten mag vissen. Ik had die mooie kippenlevertjes gekocht bij de supermarkt. Ik dacht, het is een leuk aasje om toe te voegen aan de wormen. Ik ga natuurlijk hoofdzakelijk met wormen vissen. Ik dacht, doe een klein stukje kippenlever erbij voor de geur. Maar in de gesloten tijd mag je onder andere niet met slachtafvalproducten, met visrestjes, met hele vis, dode vis en kunstaas vissen. En ik had gewoon niet over de slachtafval nagedacht. Ik kreeg een berichtje van een oplettende kijker van mijn Instagram. Die zei, hey gast, zit je nou met kippenlevertjes vissen? Nou, dat was dus inderdaad zo. Dus toen ik dat bericht kreeg, heb ik uiteraard gewoon meteen de kippenlevertjes in het water gegooid. Hebben verder gevist met alleen maar wormen. Simon die mee was, die had er ook niet over nagedacht. Zo zie je maar weer, altijd even goed nadenken. Waar vis ik mee? Waar vis ik? Check het even in de visplanner. Kijk ook even naar de regeltjes en zo. Sommige wateren hebben ook bijzondere bepalingen. Check ook altijd even de voorwaarden als je op een nieuw water gaat vissen. Maar ja, dit was gewoon een dom foutje. We gingen weer verder met wormen en de meervallen die hebben een lekker snackje gehad. Goed, Ingrid is helemaal vanuit Friesland hier naartoe gekomen. Ik denk, als wij vandaag weer falen met het vangen van een meerval, dat ze nooit meer naar het zuiden van het land zal komen. Zij heeft hiervoor 2 uur moeten reizen. Dus we gaan gauw het water op. Ik heb uiteraard mijn float plusje onder de bellyboot. Dit is mijn elektromotortje. Super handig. Die hebben we met een afstandsbediening. Grote accu. Kunnen we zo lekker hard varen. Zonder moeite. Ik heb verschillende kwakhoutjes bij me. Ga ik ook proberen. We gaan gewoon lekker vissen. Ik ga de eerste stekken zonder kwakhout vissen. Komt goed. Zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Eerste meerval video van het jaar. Geef een likeje. En abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Dan ga ik knallen. Heb jij er zin in? Ja. Ja. Mooi. Kijk hier. Je ziet de waterplanten. Als het goed is, kan je hier staan. One way to find out. En anders kan je hier op het randje staan. Dan kan ik de bellyboot erin knallen. Kijk uit, hè. Als je nu zeg maar helemaal onder gaat, dan ben je niet blij. Goed. Ja, jij kan staan. Ik kan. Ideaal. Had ik het goed onthouden. Nou, dan mag je er weer uit. Echt? Ja. Zal ik die dingen niet aanpakken? Nou, doen we zo wel even. Ik moet er ook nog even elektromotor en zo onder doen. En maar een handje. Ja. Hoppa. Ideaal. Hoppa. Zo. Nou. Zo. Afgestoft. Lang niet gebruikt. Het is altijd even spannend of alles het dan al doet. We gaan het wel zien, jongens. Zo. Nou, ik denk dat ik goed nieuws heb. Volgens mij kunnen we gaan vissen, jongens. Kan je het nog, denk je? Tuurlijk. Ja? Mooi. Durf je het gras niet los te laten? Nee. Nee? Flipperen. Oh, kijk ons nou eens even zitten dan. Hey. Hoppa. We gaan even een dikke vis vangen. Daar bij de brug. Dus dit is 1 kippenlever. Ja. Mm.
Ze heeft ook gelijk de hele kippenlever in haar handen. Mooi, mooi kind ben je ook. Sluit hier. Hard praten, anders ga ik je niet horen. Bootje aan, moet je altijd goed rekening houden. We liggen al redelijk in het kantje. Aan de andere kant is het ook weer een boot. We gaan even onder de brug, vanwege dat het nog niet donker is. Hoop ik dat hier misschien onder de brug eentje ligt. De rechterkant van de brug net helemaal afgevist. Het weertje is een beetje ongeslagen. We hadden net onwijze wind. Het valt nou weer mee, maar de wind is gedraaid naar het oosten. We liggen nu onder de linkerkant van de brug. Die gaan we even afvissen. We gaan een pizzaatje bestellen. Ja, we zorgen in ieder geval dat we goed eten. Want ja, we moeten de avond in vissen. Ik heb mijn hoofdlamp mee. En heel misschien gaan we straks nog naar een andere plekje. Kijk, er ligt nou wat onder, lijkt het. Moet je iets zakken? Stop. Er ligt nou zomaar vis bij. Kom op, Ingrid. Het komen zo. Ja. Kijk nou, we hebben gewoon een harenkie met zuur en ui. Hoppa, aan het staartje. Nog een uitje erbij weer. Hier heb je uitje. Dan kan je hem gewoon even, ja. Ja. Prima harenkie. Hey Tom, wil je dat water nu gaan? Door die boot. Hierom moet je dus een beetje oppassen. Nou, we zijn de brug onder vandaan. We hebben zojuist wat eten besteld en we hadden net een dikke vis die even kon kijken. Ik ben op dit moment aan het telefoon vloggen, maar dat kan gewoon, iPhone vlogger, je weet toch. Er zat net even een dikke joekel bij, hè? Ja. Kijk. As we speak. Ietsje zakken, gewoon met je hengeltop. En een beetje wiebelen. Laat je aasmaai ook een beetje zakken. Stop. Komt-ie. Ligt erop. Nou, daar is Simonetje. Simon, schiet eens op, jongen. Oké, doe maar weer een klein beetje zakken. Ja, tot daar. Kwakhoutje erbij. Plop. Kijken of we wat actie kunnen krijgen. Maar we hebben nu wel ineens een beetje actie van wat vissen. Dat is wel interessant. Ik denk dat we misschien wel een aanbeet gaan krijgen zo. Ik hoop het. Ja, lijkt nu weer wat bij te zitten. Zie je dat? Nee, dat is wel vis. Ja, hoop signalen. Vangen. Je kan het. Ja. Spannend jongens. Gaat die eerste meerval eruit komen zo meteen? Simon die komt zo ook even mee vissen. Gezellig. Maar er zat net een mooie meerval bij. Hij zit er nog steeds. Hij zit er echt net aan onder. Oh. Doe maar een beetje wiebelen. Oké, zak hem maar. Een beetje een arsenkoppie. Je weet hè, als je een tikje voelt niet meteen meppen. En als je voelt dat hij hem zo... Woep, dan... Ah. Oh, zo. Zakken. Ik kan met je hengeltop. Stop. Ja, dit is een mooie vis, gek. Oh, ja, die gaan het pakken. Hou hem heel stil. Hou hem stil. Een hele grote vis, hij ligt nog onder. Oh, dat was een dikke jongen. Uit, lekker. Thanks, ouwe. Smakelijk. Ja, komt goed. Jullie ook. Simon, wil je wat lekkers? Lekker. Dit is het leven, of niet? Ja, echt wel. Wat een mens nog meer. Goed, smakelijk. Lekker? Nice. Simon, heb je al wat? De meervallen zijn vandaag van het kijken niet kopen. Maar we gaan straks even karsen en dan gaan we er wel een vangen. Zo, kijk die zonsondergang eens even. Oh. Nou nog een meer van. Dat is wel even genieten jongens. Zullen wij zo eens even een stukje verkassen? Ja, maar doen, hoor. Ja, weinig actie nog. Simon zegt,
wil heel graag doorvissen. Gaan jullie maar alleen. Nee, Simon zei ook gaan. Zo, ik zit trouwens helemaal niet over na te denken. Maar ik krijg net, Simon krijgt net een berichtje van zijn collega. En die zegt, yo Daniel, je zit met levertjes te vissen. Maar het is gesloten tijd, dat mag helemaal niet nu. Het is niet zo slim. Voer ik zo meteen wel gewoon voor de meervallen en de palingen. En de razends, die lust dus ook. En de vissen vanaf hier alleen nog maar verder met wormen. Helemaal niet over nagedacht. Zo, er zijn ook weer van die dingetjes. Maar eigenlijk best wel logisch. Maar ik had er helemaal niet over nagedacht dat ik niet in de gesloten tijd met een levertje mag vissen. Had jij ook niet over nagedacht, of wel? Nou, ik had er niet over stilgestaan. Nee, maar... nee. Ja, ik had er ook niet over nagedacht. Goed, ik vind dat jij wel erg wijdbeen zit, Ingrid. Weer van het luchten daar, hoor. Even drogen. Even drogen. Een soort kickforce, man. Spanning, ja, precies. Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben wij helaas geen meerval gevangen. Maar ik ben nu even samen met mijn neef. Yo. Yo. Ben ik door een bootmaaikje aan het lopen. We gaan even kijken of we hier een karpje kunnen spotten, kunnen vangen. Ik heb al een paar visjes gezien die geen zin hadden. Maar we hebben minimale bij, wat bijboet. Hengel, onthaakmatje, schepnetje, brood, klein biertje in de auto. Voor mijn neef, want die had een koud biertje nodig. Ja, dat begrijp ik. Lekker. Lekker, het is weekend jongens, we mogen een biertje drinken. Tenminste, ik moet zo rijden. Maar kijk, ik zie een karper tegen het overkantje aan. Het zit daar een beetje te hufteren. Ik ga kijken of ik een manier kan verzinnen om hem te vangen. Dat plekje waar je net stond. Ja? Waar ik de fout maakte met die met schepnet. Ja. Dan ga jij hem straks inleggen en dan pak je hem in één keer. Dat is goed. Denk maar op. Ik moet een beetje zachtjes praten. Die vissen hier zijn echt schuw. Net al een beetje gemerkt. Eén beweging of één geluidje te veel maakt, dan zijn ze weg. Ik weet niet, ze zijn vandaag niet echt tranquilo, niet rustig. Er ligt daar de hele tijd eentje onder een boompie, maar daar kan ik niet bij. Dat is Ja? Oh ja, dat is een eend. Ducky. Pak hem dan. Ja, komt-ie? Komt-ie? Ah, wauw. Wauw. Meen je dit? Komt-ie? Hier ver? Ja, maar binnen. Yay! Ja, doe maar rustig aan hoor. Laat het maar gewoon, als je wil. We hebben een karper. Je moet hem gewoon tijd geven. Laat maar rustig. Rustig een beetje klooien. We hebben een karper. Karper hoor. Best dikke. Ja, heel mooi vis. Stap je naar voren, dat hij niet door het riet heen kan? Ja, dan moet je hem gewoon een beetje sturen. Best een lange hengel, dus ik kan nog één stapje even ervoor. Loop maar een beetje achter hem aan. Ja, stuur hem gewoon een beetje langs het riet. Lachen. Hij schrok eerst van het broodje, maar hij kwam toch weer terug. Aanhouder wind. Oh, weer een mooie woonwijkkarper. Een linker toch niet dan? Ja toch, is best sterk hè? Zo, ik word echt helemaal naar binnen gesleept hier. Dat is echt zijn best. Hij is klaar. Ja, hij is op een goed boot, ja. Ik ga even het schepnetje klaarmaken. Ja. Zo meneer, wij een mooie vis aan de lijn. Zo, ja hoor, kijk eens. Waar is die? Oh. Oh. Oh, dat is een mooi beest. Kijk hem liggen, kijk. Oh. Hij gaat het opgeven, denk ik. Ja. Beetje lijn van je molen aftrekken. Zo. Ja, zo. Ja, niet meer bijdraaien. Dat je hengel wat hoger kan houden, ja. We hebben een... Heb je nog? Ja, ja. Hij zit in het net. Mooi man. Kijk. Mag ik de beugel open doen van de molen? Nou, dan gaan we hem in het onthaakmatje leggen. Karpernet heeft vaak twee van die losse armen. Dit is een beugel. Als je dan de karpernet tussen je benen in doet, je maakt geeft een beetje spanning op het net. Kijk hem los. Maak hem los. Kijk even hoe de karper in het net ligt. Mooi met zijn vinnetjes naar beneden ligt. Dan rollen we hem op. En dan kunnen we hem zo optillen. Hopla. Dan heb ik net in de onderpoel gestaan. Dus dat is fijn. Ja, ik ruik het. En dan gaan wij onze vangstjes even wonderen. Eigenlijk met het net even goed onthaakmat nat. Oh, 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 oh. Hiervoor heb je dus een onthaakmatje.
als die vis gaat lopen sparten. Zo. De onthaking één vinger techniek. Hoppa. Hebben wij hier een nat knuffelmat. Dan mag jij even een foto met je vangst. Perfect. Ja. Let's do it. Pak je de vis zo en dan doe je één hand doe je onderdoor. En dan heb je hier een soort okseltje en dan kan je één vinger in doen. Maar zo. En dan kom je zo. Ja, zo. Één vingertje. Mm. En dan die andere hand. Ja, en dan kan je hem zo boven de mat houden. Kijk eens. Heb die gewoon een karper. Hoe vind je die? Mooie bruine vis hoor. Mooi donker. Ja, jij zei zo. Misschien moet je een paar broodjes voeren. Ja. Zo ging het. Ja. Misschien moet je een paar broodjes voeren. Nee, dat is een goed idee. Laat ik dat even doen. Mooie strijd geleverd. Ja. Een woonwijkkarpertje voor mijn neef Ferry. In mijn eigen dorp nog, joh. Wat leuk. Lachen, hé. Zeker. Mooi. Nou, dan moeten we maar gauw terug doen. Toch wel op hetzelfde plekje een beetje. Ja. Volgende keer neem ik hem mee als gids, ja? Ja. Ja, lijkt me een goed idee. Ja, is goed. Okay. Hey, ja, leg hem maar in de mat. En leg hem zo. Met de kop en de staart zo. Even kijken. Ja, draaien. Zo? Ja. En dan kan je hem zo... Mag hem in het water deponeren. Zo? En dan, ja, en dan head first. En dan glijbaan ik hem er gewoon zo in. Dat hij net de mat op het randje van het water ligt. Zo. Doe hem open. Ja, zo ja. Hopla. Hij heeft nog niet eens door dat hij los is. Daar gaat hij. Lachen gast. Tik hem aanhouden. Mooi hè? Ja, zeker. En wat doe je nou eigenlijk met je vieze handen? Ik lik ze meestal af. Oké, okay, dan doe ik dat ook. Maar niet ja, ik zou ze even wassen in een beetje water. En dan, nee, ja, ja. En dan daarna ja, een beetje opdrogen, een beetje spetteren. Ja, opdrogen en spetteren. Je bent goed bezig. Hij had nog best wel strijd, hè, die gekke karper. Hij vond wel leuk, joh. Ja. Hé, hey, maar gezien de zon kunnen we precies nog eentje vangen. Nog één? Natuurlijk. Oké. Okay. Smaakt naar meer, hè? Ja. Dat is vissen verslavend, hè? Ja, minder slow, denk ik. Ja, dus... Ja, lachen, man. Hetzelfde plekje weer, of... Ja, ik denk dat ze hier een beetje gechoqueerd zijn. Maar we kunnen wel heel veel daar kijken. Nou, we hadden we net ook beweging bij 3. Ja, we kunnen ook bij die bomen een paar broodjes voeren. Brood. Ja. Ik heb trek, hé. Oké, nou, lekker bezig. Dat was leuk. Kijk, 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 kijk. Oh, natuurlijk pakt hij precies de goeie. Pakt hij van mij ook dan? Ja? Is je takje al bewegen? Ja, hij heeft hem. Ja, hij heeft hem. Lekker. Lekker. Kun je met deze filmen? Nice. Lekker. De eerste slurp was hard, jongen. Nou, nog een paar per jaar, hè. Nummer 2, hè? Ik denk dat hij een grasmaaier is. Graskarper. Moet jij zo heel veel het net pakken? Hè? Ja, ik ga even net pakken. Ja, Ferry gaat even net pakken. En dan gewoon binnenhalen. Nou, dat doet zijn best. Yes. Daar gaat hij hoor. Ja, als je hem een beetje dwaalt. Ja, als je hem zo houdt, dan stuur ik hem erin. Dan hoef je hem straks alleen maar te heffen. 1, 2, hopla. Hebbes. Kijk er jongens, wat een karper. Hoppa. Woonwijkkarpertje, nummer 1, dos. Net live aanbeten, nummer 1, dos. Dit is gewoon weer lekker. We hebben dan wel gisteren geen meerval gevangen. Maar we vangen gewoon even twee schupjes. Zo te zien is dit een mannetje. Hij heeft geen buikje. Het is, we zitten tegen de paai aan. Hij was zeer agressief op de korsten. En hij piept. Het is een piep. Piepkarper. Kijk, als je zo'n karper wil pakken, hè? Boven je onthaakmat. Okseltje zit hier. Klem je een beetje tussen je vingers. Niet te hoog optillen. Zo is prima. Mooi visje. Kilootje of 2. Misschien bijna 3. Super, super cool visie. Zo, kijk eens. Lekker man. Nummer 2 dus. Nummer 2. Ja, Ferry zei het al, we gaan er nog één vangen. Nou, zie hier het resultaat. 10 minuten later, nog een mooie karper.
Daar gaan we ook mooi mee afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Ik zie jullie graag bij de volgende. Bedankt en tot ziens. Houdoe. En bedankt. En onthoud, je neef heeft altijd gelijk. Hij glijdt. Mazzel hè, bedankt weer. Doei. Maar wat er toen gebeurde, lieve kijkbuiskindertjes. Let's go. De video was nog niet klaar, dames en heren. Nee. Waar naartoe? Hij is helemaal gek, joh. Wat gaat deze doen dan? Ik weet het niet. Maar ja, inderdaad, welkom dames en heren, zijn we terug. Het was een leuk eind van de video, maar het was geen eind van de video, want we zagen nog een vis die op de broodkorst aan het knagen was. Wat een stekken. Allemaal mooie vissen op het fietspad gevangen. Karpers langs het fietspad. Spring maar achterop nieuwe, bij mij. Nieuwe, achterop de fiets. En ook al vang je een karper, het doet me echt helemaal niets. Spring maar achterop bij mij. Vang een schubkarper. Gooi een broodje in de water. En het hoeft helemaal niet ver. Nee, hij komt al boven water. Ja. En ze wordt steeds kleiner. Oh. De zon is even schepnetten. Hier. Was hengel en camera tegelijk. Ik ga het schepnet pakken. Ja, is goed. Oké. Hij hefte de hengel. En hij schepte de karper. De karper zat in het net. Karper op het fietspad. Oh, oh. Voor de kijkers thuis, dat was een reclame van hamburgers met korting. Weer een mannetje. Heel dunnetje. Leuk. Mooi visje. Dan is dit waarschijnlijk wel echt het einde van de video. Tenzij die ene karper nog steeds op de hele boterham aan het kluiven is. Dan gaan we die ook nog even vangen. Maar anders, bedankt voor het kijken. En vergeet niet te liken. De Bassel. En wat er toen gebeurde, ga je niet geloven. Nee hoor, schrapje. Dit was hem echt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt weer. En de Bassel. Doei.